We zijn juist de grens overgestoken, dus we zitten eigenlijk officieel in Frankrijk. En toch hebben al die dorpjes hier Vlaamse namen. Hondschoten, Bambeke, Herzelen, Steenvoorde. Dat is eigenlijk een domein of een gebied dat vroeger bij België hoorde. Maar het is wel Frankrijk. We zijn op weg naar Wormhout, Wormhout eigenlijk. En daar gaan we een West-Vlaams taalbad volgen. In Frans-Vlaanderen zijn er nog heel wat Fransen die het West-Vlaams koesteren. Maar ook mensen die bijvoorbeeld een job zoeken in West-Vlaanderen kunnen hier een cursus West-Vlaams volgen. En ook ik volgde een uurtje schreven en klappen en het West-Vlaams. Ik ga je een livre die je permettre d'apprendre het Flamand. Schreven en klappen. Schreven en klappen. S'il vous plaît. Merci bien. En dat ging er erg interactief aan toe. Si vous savez, vous répondez. Wie is dat? Een kat. Een kat. Een nus. Een nus. En dat? Dat is een boy. Wat? Een boy. Een boy? Hoe zeg je dat, een boy? Trui? Een pullover? Ah, pullover, ja. Al belandde ik al snel in een chaotische spraakverwarring. En dat? Een klakken. Een klakken. Klakken. Ah, nee. Wij zeggen een pet. Een pet, een pet. Wat is een pet? Een pet is... Nee, dat is de put. Een put? Nou, een put is een grenouille. Oh, jongens. Van klakken. Je lacht me gewoon vierkant uit. Alors, pour dire j'ai en flamand, on dit can. Can. Si on veut dire en flamand j'ai un chat, on va dire can een kat. Et puis d'emblée, si je n'ai pas de chat, on va dire can een kat. Can een kat. Can een kat. Can een kat.